Welkom bij deze VU Campus Tour. Mijn naam is Rosa en ik ben op dit moment tweedejaars gezondheidswetenschappen aan de VU. Ik zal je meenemen over de campus en door de gebouwen van deze universiteit. En we vragen een aantal van onze docenten hoe zij de VU ervaren. Laten we eerst even kennis met ze maken. Millie van Dijk, docent voor onder andere de vakken Inleiding Gezondheidswetenschappen in jaar 1 en Infectieziekten in jaar 2. Een van onze junior docenten, ook wel de judo's genoemd, is Robin Bensen. De judo's verzorgen de werkgroepen voor de eerstejaars bij het grootste gedeelte van de vakken en ze begeleiden de eerstejaars tegelijkertijd als tutor. Dan Peter van Ulsen, docent genen en cellen in jaar 1 en hij is microbioloog die onderzoek doet naar bacteriën. Laura Schaap, zij is onze opleidingscoördinator, docent van het vak geriatrie en veroudering in jaar 2 en daarnaast onderzoeker. En tot slot Judith Jelsma, zij geeft het vak gezondheidszorg en wetenschap in jaar 1 en momenteel is zij bezig met een onderzoek naar gedrag en leefstijl. We starten deze tour met het hoofdgebouw. Dat je gewoon je lessen volgt op de VU, in mijn geval de lessen geeft op de VU, maar dat je tussendoor een beetje leuke dingen kan doen, als in je zou even kunnen gaan volleyballen bijvoorbeeld op het beachvolleybalveld of na de lessen natuurlijk ook. Hè. En dat er vrij veel plekken zijn waar je misschien even een borreltje kan drinken, dus dat er vrij veel gelegenheid is voor gezelligheid en ook vooral met veel contacten met mensen van andere opleidingen, dus of als je student bent met studenten van andere opleidingen. Of bij mij ook met collega's van andere opleidingen, wordt het wel gewoon een stuk gezelliger. Maar. Wat ik leuk vind aan de VU is toch die campus. Is, weet je wel, dat we daar met z'n allen zitten, studenten, docenten, onderzoekers. Dat zit daar allemaal, dat komt elkaar ook kan elkaar tegenkomen. Ik voel me heel erg thuis op de VU. Ik vind het er heel gezellig. Ik vind het leuk dat alles heel dicht bij elkaar is. Dus ik ben, dat is een volgende vraag. Ik heb zelf gestudeerd ook op de VU, dus het is voor mij gewoon een soort tweede thuis eigenlijk. Er zit een zekere vertrouwdheid altijd aan de VU. En het is best groot en er zijn ook grote groepen mensen, maar het heeft toch ook altijd wel voor een deel best wel een redelijk relaxte, gemoedelijke sfeer. En dat vind ik zelf heel prettig. Omdat gezondheidswetenschappen onder de beta-faculteit valt, hebben we hier maar weinig onderwijs. Wel heeft het hoofdgebouw allerlei faciliteiten te bieden waar we gebruik van kunnen maken. Een van die faciliteiten zijn de verschillende horecagelegenheden, zoals deze kantine met een uitgebreid assortiment aan culinaire maaltijden tegen studentenprijzen. Je kan het je nu waarschijnlijk niet voorstellen, maar zodra wij als studenten weer welkom zijn op de campus en de pauze begonnen is, hoef je hier niet meer te rekenen op een plek. Dan zit het vol. Servicebalie voor al je vragen en onduidelijkheden. Dat
campus vind ik een sterk punt, maar ook diversiteit wat je tegenkomt onder studenten. Ik heb het idee dat er bij ons studenten studeren die met verschillende achtergronden. En als je dat bijvoorbeeld met de UvA vergelijkt, heb je het idee dat er meer dezelfde type student rondloopt dan bij ons. En dat maakt het, vind ik, bij ons heel, heel interessant. Wat ik vind is dat de VU echt een open deurenbeleid heeft. En dat studenten ook heel makkelijk gewoon binnen mogen lopen. En mogen bij de docenten langs mogen gaan. Dat heb ik naar mijn, toen ik zelf student was, heb ik dat ervaren. Dat je gewoon kan aankloppen en die vraag kan stellen. Maar ik doe het zelf niet ook. En ik vind het eigenlijk alleen maar heel leuk als studenten gewoon spontaan langskomen en iets willen weten. Niet elke universiteit heeft het hele systeem wat wij hebben met de tutorgroepen en een vaste tutor en zo. En ik denk dat dat toch best wel een pluspunt is van de VU. Waarmee we een beetje proberen het, een soort van iets beter contact te maken met de studenten. En de connectie tussen opleiding en student iets te verbeteren. Verder is er op elke verdieping, en het zijn er maar liefst 15, ruimte om te studeren en een koffieautomaat om die uurtjes door te komen. Door naar het WNN-gebouw. De W voor wiskunde en de N voor natuurkunde. Hier bevinden zich dan ook de meeste beta-studies, zoals biomedische wetenschappen en gezondheid en leven, en dus ook gezondheidswetenschappen. Elke studie heeft zijn eigen studievereniging. Met een eigen ledenkamer. Die van ons zit gelijk op de begane grond bij binnenkomst. Welkom bij Salus. Bij Salus zijn alle studenten gezondheidswetenschappen van harte welkom in de kamer voor gratis koffie, thee en vooral gezelligheid. Normaal gesproken vinden hier wekelijks onze activiteiten plaats, zoals borrels en lunches. En verder organiseren we jaarlijks een internationale reis en een windsportreis. En door het jaar heen nog een aantal andere feesten met andere verenigingen en studiegerelateerde activiteiten door onze commissies. Ja, alleen ik was wel lid. Ik was niet een heel actief lid, moet ik zeggen. Maar ik heb dus gestudeerd bij bewegingswetenschap op de VU ook. En daar heb je de Vereniging in Beweging, de VIP. En daar was ik wel lid van. Dus ik was daar wel heel af en toe te vinden. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik vaker in de Salus-kamer ben geweest dan in de VIP-kamer. Dat weet ik trouwens wel zeker. Dus nee, ik was daar niet heel actief. Dus ik heb in Leiden gestudeerd. Ik heb ook toen in Leiden gewoond. Ik was ook lid van een studentenvereniging, niet de Minerva, maar Quintus. Oh ja. Maar vooral als je naar een vreemde stad verhuist, kan het zeker meerwaarde hebben. En sowieso, als je ook nog serieus dingen doet, zoals in het bestuur zitten en zo, kan je daar heel veel van leren. En ik denk dat het heel goed is om, want je komt daar natuurlijk studenten tegen van andere studies ook. Hè? Dus je gaat dan in een dispuut of een jaarclub zitten. En ik denk dat dat ook wel heel erg verrijkend kan werken. Wat ik dan leuk vind is ook dat de studieverenigingen daar natuurlijk zitten. Ja. En daar loop je dan ook langs. En dan moet ik ook altijd lachen dat je die banken ziet. En dan zie je jullie daar een beetje op hangen. En denk, moet je naar college of zo? Boven de Saluskamer hebben we eerst nog de bestuurskamer waar we kunnen vergaderen. En bevinden zich de hoorcollegezalen Q112 en Q105. Die zijn voor onze studie het meest relevant. Twee dingen. Het is de interactie met studenten.
En het is de. En dat is altijd heel dynamisch. En het is ook gewoon heel erg leuk om kennis over te dragen. Dat je zelf iets weet en dat je dan andere mensen daarin als het ware in mee kunt nemen. En kunt proberen om te laten zien hoe leuk dat is, wat je weet. Wat voor interessante dingen er zijn op je vakgebied. En mijn vakgebied is dan de moleculaire biologie. En dat probeer ik jullie dan enthousiast voor te maken. De combinatie heel leuk van onderzoek doen en lesgeven. Want enerzijds binnen het onderzoek halen we kennis op en ontdekken we dingen. En eigenlijk komen die resultaten gelijk weer terug in het onderwijs. Dus dan leren we eigenlijk wat we ontdekken en onderzoeken. Maar ook weer de andere kant. Van studenten krijgen we soms prikkelende vragen. En dat kan ook weer heel goed leiden tot onderzoeksideeën of nieuwe aanvliegroutes, hoe je onderzoek goed kan opzetten. Nou, ik vind zelf de opleiding heel erg leuk. Dus ik vind de onderwerpen leuk en de vakken die we geven. En ik vind dat we als docenten een heel leuk team zijn. Dus ik heb gewoon allemaal leuke collega's waarmee ik heel graag samenwerk. En daarnaast vind ik de interactie met studenten heel erg leuk. Dus ik vind het leuk om als ze nieuwe dingen horen, wat ze daarvan vinden. Dus echt een beetje aan het denken zetten en daar dan over praten met ze, vind ik altijd heel erg leuk. En dan hebben we nog het nieuwe universiteitsgebouw, ook wel het nieuw genoemd. Zoals je kunt zien, een spiksplinternieuw gebouw die dan ook net klaar is en een vervanger voor het Wenende gebouw wordt. Het is de bedoeling dat wij hier onze hoorcolleges en werkgroepen gaan krijgen, maar hoe en wanneer, dat is nog een grote verrassing. Eigenlijk helemaal niet zo veel uitmaakt wat voor studie je precies doet aan een universiteit of welke vakken je precies volgt of welke minor je precies gaat doen, omdat het veel meer gaat om het totaalplaatje. Dus je leert op een universiteit op een bepaalde manier van te denken, echt het academisch denken, je leert academische vaardigheden en dat zijn wat mij betreft de belangrijkste dingen die je leert. Inhoudelijk maakt het echt niet zo heel veel uit wat je leert. Om uiteindelijk ergens terecht te komen in een werkveld wat je heel erg aanspreekt, wat je misschien nu nog niet weet. Geniet er een beetje van. Hè? Het duurt niet zo lang, voor je het weet, dan ben je klaar. Dan kan je natuurlijk ook docent worden zoals ik, zodat je er ook nog een beetje stiekem half student kan blijven. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar over het algemeen is het duurt niet zo lang, dus geniet er een beetje van. En ik zou zeggen, niet al te hard te stressen altijd allemaal. Dus soms weet je, soms is het even druk. In het allerergste verhaal is soms een keertje iets niet, maar dat is ook zeker niet het einde van de wereld. Ik zelf en vele collega's met mij hebben ook niet elk vak altijd in één keer gehaald en altijd elk studiejaar in één jaar afgerond. Dus dat is niet een enorme ramp, maar in deze tijden zou dat niet verschrikkelijk zijn. Dus ik zou ook zeggen, niet altijd stressen. Ik denk dat deze tijd eigenlijk een hele mooie tijd is om andere mensen te leren kennen. En de mensen waarmee je studeert, die zul je ook weer terugzien in je werkende leven later. En sociale contacten zijn denk ik voor de rest van je leven van belang. Alleen al natuurlijk om het gezellig te hebben tijdens je studie, maar ook om later misschien bepaalde banen te vinden. Dat iemand anders ergens werkt en dat die jou voor kan dragen of dat je samen aan bepaalde projecten aan het werk bent. Dus ik denk dat deze tijd en echt die sociale contacten opdoen, dat dat een
een tip zou zijn om ook nu zeg maar met corona, dat we elkaar toch niet live kunnen zien, op een of andere manier wel in te bouwen. En probeer ik in mijn cursus natuurlijk een beetje aan bij te dragen in hoeverre dat mogelijk is. Ik kan sowieso gezellig zeggen. Open. Goed georganiseerd. We zijn divers. Sociaal. Ik denk misschien laagdrempelig. Soms wel een beetje stijfjes ook wel. Wetenschappelijk. Uitdagend. Laagdrempelig. Divers. Verbindend. Wel professioneel. Diversiteit. En gezellig.